Hier zie je een foto van een kozak in Duits uniform. Tienduizenden kozakken vochten aan de zijde van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar wie zijn de kozakken? In deze video meer over de kozakken die vochten aan de zijde van de Duitsers tijdens Wereldoorlog 2. De kozakken kunnen zowel Russisch als Oekraïens zijn en hebben hun oorsprong in het zuiden van Rusland. De kozakken stammen af van de Turken, de Tataren, de Russen, de Oekraïners en allerlei andere volkeren die daar in de loop der eeuwen zijn geweest. De kozakken stonden bekend vanwege hun paardrijskills en hun dapperheid en ook hun onafhankelijke geest. In de 18e eeuw waren de kozakken een speciale elite-eenheid geworden binnen het keizerrijk van Rusland en zij moesten helpen met opstanden neer te slaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten de kozakken in het tsaristische leger. En na de Russische Revolutie, toen de Russische Burgeroorlog uitbrak, vochten de kozakken zowel aan de zijde van de Rode als van de Witte, maar veelal vochten zij aan de zijde van de Witte. Er hebben ook nog heel kort twee onafhankelijke Kozakkenrepublieken bestaan. De Kubaanse Volksrepubliek en de Donrepubliek. Die hebben zo'n 2 jaar bestaan ieder, maar werden overmeesterd door de Bolsjewieken. Daarna voerden de Bolsjewieken een anti-Kozakkenbeleid door en dit werd voortgezet door de dictator Jozef Stalin. Veel Kozakken waren dus tegen het Sovjet-regime. En toen vielen de Duitsers binnen. Het was juni 1941 en operatie Barbarossa was begonnen. Er bestond een gemeenschap van Kozakken buiten Rusland. Dat waren de Kozakken die nadat de Russische burgeroorlog was verloren, waren gevlucht en in andere landen zoals Servië, Joegoslavië, maar ook Frankrijk en Duitsland waren gaan wonen. Een daarvan was een voormalige generaal, Pyotr Krasnov. En hij was erg blij toen hij hoorde dat de Duitsers de Sovjet-Unie waren binnengevallen. Hij gaf aan dat deze oorlog niet een oorlog was tegen het Russische volk, maar tegen de communisten en de Joden. En was bereid om voor de Duitsers te strijden. In de eerste maanden van operatie Barbarossa maakten de Duitsers miljoenen krijgsgevangenen. Soldaten van het Rode Leger die vaak na hard vechten zich overgaven aan de Duitsers. En in dit leger zaten ook Kozakken. En Duitsers die gingen toen deze gevangenenkampen langs om Kozakken te vinden die voor hen wilden vechten. En veel waren daartoe bereid. Veel van hen leden honger in deze kampen, want miljoenen en miljoenen van deze krijgsgevangenen zijn van honger en kou omgekomen. En daarom waren ze bereid om voor de Duitsers te vechten, zodat zij weg konden van dit kamp. Veel Russen die niet Kozak waren, zeiden wel dat zij Kozak waren, zodat ze ook uit deze kampen gehaald konden worden. En daarmee is het moeilijk aan te tonen hoeveel Kozakken er nu precies voor de Duitsers hebben gevochten, maar het zijn er zeker meer dan 10.000. In sommige gevallen liepen Kozakken die in het Rode Leger vochten tijdens het gevecht over naar de zijde van de Duitsers. Een bijzonder moment gebeurde vlakbij de Russische stad Taganrog. Daar woonde een Kozak. Zijn naam was Nikolai Sazarenko. Nou, Sazarenko was met zijn ouders gevlucht tijdens de Russische burgeroorlog. Hij was een Don-Kozak. En zij gingen toen wonen in Roemenië. Sazarenko ging in het Roemeense leger en werd toen voor een spionagemissie naar de Sovjet-Unie gestuurd. Maar hij werd gepakt. Echter wist hij te ontsnappen en hij wist zo onopgemerkt in Taganrog te wonen. Hij kwam te werken in een fabriek samen met andere Don-Kozakken. En toen was het 1941 en de Duitsers naderden de stad. Hij wordt door de Russische autoriteiten opgeroepen om voor het Rode Leger te vechten. Hij kreeg de rang van luitenant en tijdens het gevecht besloot hij niet de Duitsers aan te vallen, maar zijn medesoldaten van het Rode Leger. En zo liep hij over naar de Duitsers. Een derde categorie van vrijwilligers, dat waren mensen die woonden in de Kozakkengebieden in Zuid-Rusland. Die werden veroverd door de Duitsers. Echter was het wel zo dat de meeste jonge mannen al waren opgeroepen voor het leger. En dus vonden er onder deze populatie veelal ouderen en jongere mannen. De oudere mannen mochten werken in de transportdiensten en de jongere mannen werd beloofd dat zij een Duitse militaire opleiding zouden krijgen en een Duits
uniform. Er zijn verschillende eenheden waarin de Kozakken vochten. De eerste eenheden, dat waren de zogeheten beveiligingseenheden. En dit waren meer losse eenheden die door de Duitsers werden opgezet en bewapend. En die moesten vechten niet aan de frontlinie, maar in het achterland tegen verzetstrijders, de Russische partizanen, maar ook soldaten van het Rode Leger die zich nog niet hadden overgegeven en achter de linies waren geraakt. In april 1942 gaf Hitler officieel toestemming om de Kozakken te mobiliseren voor het gevecht, zowel aan het front als achter het front. Midden dat jaar waren er al zo'n 20 Kozakkenregimenten opgericht, die bestonden van 400 tot 1000 man. Het volgende jaar, april 1943, werd de eerste Kozakkendivisie opgericht in Polen. Deze bestond veelal uit voormalige krijgsgevangenen van het Rode Leger, maar ook door Kozakken die na de Russische Burgeroorlog of tijdens de Russische Burgeroorlog waren gevlucht en in Europa waren gaan wonen. Die zomer had de eenheid 12.000 mannen en werd geleid door de Duitse luitenant-generaal Helmut von Pannwitz. In september 1944 werd deze eenheid overgedragen aan de Waffen-SS en kwam zo onder de naam het 14e Kozakken Cavaleriekorps te staan. En in februari 1945, deze eenheid telde nu 25.000 man, werd deze opnieuw genummerd en stond nu bekend als het 15e SS Kozakken Cavaleriekorps. Waar vochten deze Kozakken? Zoals gezegd, de beveiligingseenheden vochten achter de linies. Nou, de Kozakken hadden ook goed dienst kunnen doen aan het front. Zij wilden maar wat graag hun thuisland, het zuiden van Rusland, bevrijden. Echter, in april 1943, toen de eerste Kozakkendivisie werd opgericht, toen waren de Duitsers al teruggedreven uit deze gebieden, na de nederlaag bij Stalingrad. Daarom werd besloten om de Kozakken niet meer in Rusland te laten vechten, maar zij werden nu overgebracht naar Joegoslavië en moesten tegen de verzetstrijders daar vechten. En veel Kozakken hadden daar geen zin in, maar ze moesten het toch doen. Sommige van deze Kozakken hebben zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden tegen de plaatselijke bevolking in Joegoslavië. En in enkele gevallen hebben sommige eenheden zich ook schuldig gemaakt aan de moord op Joden. Uiteindelijk kregen de Joegoslavische verzetstrijders, de Joegoslavische partizanen, de overhand en moesten ook de Kozakken zich terugtrekken uit Joegoslavië. Zij trokken zich terug naar Oostenrijk en gaven zich daarover aan het Britse leger. Von Pannwitz hoopte dat zijn mannen niet werden overgeleverd aan de Sovjet-Unie. En hij bleef proberen om een belofte te krijgen van de Britten. De Britten zeiden continu, wacht gewoon tot een beslissing is gemaakt. Het was nu mei 1945 en de Tweede Wereldoorlog was voorbij. Echter, een beslissing was al lang gemaakt. Namelijk in februari, toen Stalin van de Sovjet-Unie, Roosevelt, de Verenigde Staten en Churchill van het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië bij elkaar waren gekomen om te beslissen wat er gedaan moest worden met het Europa van na de oorlog. En er werd besloten dat alle inwoners van de Sovjet-Unie, waar die ook gevangen waren genomen, terug moesten naar de Sovjet-Unie. En de Kozakken die in Duitse dienst waren, die wilden dat pertinent niet, want die wisten wat hen te wachten stond. En uiteindelijk gebeurde het toch. De Britten leidden allereerst Kozakken in treinen. Er werd verteld dat ze werden verplaatst naar Italië. Maar in plaats daarvan werden ze overgedragen aan de geheime dienst van de Sovjet-Unie, de NKVD. Tientallen van hen pleegden zelfmoord. Anderen probeerden te vluchten. De meeste van hen werden gepakt. En zo wisten de Britten meer dan 2200 Kozakken uit te leveren aan de Sovjet-Unie. Ook de Duitse commandant von Pannwitz, die bleef bij zijn mannen en werd uitgeleverd aan de Sovjet-Unie. Hij en Pyotr Krasnov werden in 1947 ter dood veroordeeld en opgehangen. Hoge officieren in het Kozakkenleger werden ook geëxecuteerd. En de rest, die werden naar de concentratiekampen gestuurd, de gulags, waar vele van hen zouden sterven. Sommige van hen zijn vrijgelaten na de dood van Jozef Stalin in 1953. Als je meer wilt weten over niet-Duitsers die voor Hitler vochten, klik dan hier voor de playlist. Ga ook naar mijn Engelse kanaal. Vergeet je niet te abonneren. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.